mensen, welkom bij een goed nieuwe video op mijn kanaal. Een nieuwe vlog heet ik. Zo. Vandaag gaan we vandaag. Wij gaan vandaag de kool opnemen. En deze video komt gelijk online. Ja, deze video komt vandaag online. We nemen gelijk de kool op. Deze vlog op noemen wat. En ja, ik laat jullie even zien. Kijk, dat hebben we vandaag nodig vandaag. Jij gaat magneetvissen uit het raam. Met magneetvis. Dan is het deze twee. Geel is 2, zwart is 6 en groen is 3. Oké. Voor me is deze niet een van de tips goed. Even kijken. Ja, oké. Oké, deze van tips kloppen allemaal niet. Dus die gaan we dus even lekker veranderen dadelijk. En dan hebben ze daar nog een hint van. Maar dat is dus zo. Nu wind blind van via de poort. Dan krijg je deze hint. En via de... Dit is maar niet vissen. Dit is van de poort. Drie keer zonder te kijken. En als ze de hint drie keer niet kijken wat ze drinken, dan krijg je een van deze hints. Dit is de poort, dat is magneetvissen en dat is dan de niet drinken. En moet iemand nog de opdracht doen, dat is nog een geheim. Dan moest er iemand over zeggen. Die moest een haar blauw spuiten, gewoon één streep op zijn hoofd blauw spuiten. Want die is sowieso voor mama. Want Noah en Koos hebben al een opdracht gedaan. En zo gaan we even een nieuw hint maken die wel klopt. Hey, kijk, dan gaan we gewoon in snijden. Kunnen we het zien? Ja. Zo. Dan doen we nog geetjes. Vouwen en snijden. Zo. En nu gaan we wel een hint opschrijven die wel goed is. De kleur is de nummer. Ja, weet eens. Waar hebben ze dan al? Ja, oké. Paas. Is 4. Nou, dan ga ik nu alles samen gewoon neerleggen. Wat het moet. Oké, mensen, ik ga dus de drinkopdracht is hier. De drinkopdracht is hier. Deze is de magneetopdracht. Dus die moet uit de raam magneetvissen. Dat gewoon hier. Dan gaat ze gewoon vanaf. Oh. Shit, sorry. Dan gaat ze vanaf via het raam. Oh shit. Opwachten de goede hint. Dan moest ze vanaf beneden. Mag ik gaan vissen? Misschien zoek ik nog een raam zonder wind. Want dat is het beste. Dat is dan best wel veel wind. Uit het raam. Dat kan niet. Dan moet ze toch echt hier. Nee, maar kan ik daar. Dan gaat iemand daar uit vissen. Dan leg ik vast hier neer. Zo daar. En de blind opdracht, ja, die moet naar de poort doen. Maar ondertussen gaan mijn moeder de batterij nu even op gaan laden, echt serieus.
Net op dit moment, hè. Ik had net geweldig idee. Ik zie een zo'n soort van iets liggen. Het lijkt net een grote baby. Dat is niet beter, hè? Ja, zo is het beter. Hoe het dat past. Dat doe ik. Oké. Hallo mensen! Was je goed, Joshua? Ja. Dat was echt grap. Dat is grap. En zei, ik warm. En als papa dan een dank slip geeft, dan kan ik iets leuks doen. Dan krijg je dit, Noah. Noah, ga staan. Mensen, Noah heeft een laag kruis tussen de van de broek. Gevallen. Zijn kruis zit gewoon hier, zeg maar, van de broek. Het is gewoon bij je enkels, bij je enkels. Hé hey mensen, onze mini-kerstboom. Hup, bloep. We hebben onze mini-kerstboom gekregen. En nou springen! Liep iemand ver, hè? Nee, hè? Zo ben ik ben bij de winkel. Ik ga toch een vuur kopen. Want vuurwerk bij de Aldi mag je wel kopen. No sponsoring. Maar we gaan direct naar het vuurwerk. Mensen, komen bij de Aldi. Met vuurwerk hebben we alleen dit. Wat is dit? Knetterkogels. 45 stuks. Nou, weet je wat, we doen het gewoon. Misschien komt nog meer vuurwerk. Wie weet. Zijn dit het? Hoeveel kost het eigenlijk? Hoeveel kost het eigenlijk, mensen? Staat geen... Ja, mensen, ik ga dit na. Mensen, ik heb een vraag, maar het kost dus 5 euro. We pakken even kijken, 45 keer... ja, weet je wat, we pakken 5. Hebben we voor... Ik heb gewoon voor 20 euro meer. Ik heb gewoon voor 20 euro. Oké, mensen, ik heb dus nu voor 19,96 euro betaald. En ze weten nog niet of er nog veel vuurwerk komt. Maar nu heb ik 180 van dit ding gekocht. En nu gaan we op zoek naar een doos. Maar er is net iets vreemds gebeurd. Ik kwam twee mensen tegen en diegene had alleen een wortel vast. Wat moet je met een wortel om 3 uur in de middag? Mensenmiddag. Maar ik zag net twee dozen. En ze zijn allemaal onbreekbaar, kijk maar. Je hebt een doos. Die mag niet meenemen.
En nog een doos, mensen. En van die doos word je ook niet echt blij van. Of door grote succes. Van deze doos. In 3, 2, 1, go. Hier word je blij van. Daar word je echt blij van. Een doos. Hey! Oké, niemand bij de parkeerplaats niet meer nu goed kan zien. Ja. Dan heb ik een doos. Oké, nu heb ik een doos. En ik kan nu vooruit, mensen vooruit. Ja. Ja, het is een drukke dagje vandaag. En tot nu toe is het nog me gelukt om tot elke dag van de maand december te uploaden. Dat is chill. Ik heb vandaag ook nog een game video opgelopen, dus morgen komt ook nog sowieso een game video aan. Dat is sowieso vet. En nou ga ik weer verder. De mensen willen kijken wat het effect is van één ding. Nu blijf je hier staan. Gewoon weggooien meteen, oké? Nee! Man! Als je pas 6 hoort, moet je pakken wat jij gooien. Oh, sorry! Eentje kijken. Dan pak opnieuw. Oh. Dan pas als je hoort 6, dan moet jij gooien, oké? Ja, man! Kom, je even helpen dan. Kom. Als je pas 6, oké? Niet weggooien. Oh, dat was het. Dat was het. Ik was echt zo bang, Joshua. En dan, mijn punt is hetzelfde effect wat we gaan doen. Maar dan met 179 balletjes tegelijkertijd. In een doos. Daarvoor heb ik een doos nodig. Pot! Ja. Zo, aangestoken. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze gloednieuwe vlog. Ik wil niet zeggen dat ze dik in denk is doen. Dan denken!